een lekker soepje brouwen met twee verschillende lekkere dingen. Ik ga het aan jullie laten proeven en dan veranderen jullie in iets. Je zal wel zien, je wat. We gaan beginnen met het eerste. Ik steek al mijn lepel in de pot. Goed. We gaan beginnen met het eerste deel van ons experiment. Het eerste stuk dat erin moet is klein. Een beetje kleiner bij. En olifant. Klein en olifant. Dat komt bijeen. Ik ga dat goed mixen. Zo. En dan gaan jullie proeven. En jullie worden dan iets dat klein is en een olifant. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Hier, neem maar een beetje mijn lepel. Nu zijn jullie een kleine olifant. Oké. De volgende twee dingetjes die we in onze soep gaan draaien voor ons experiment dat jullie thuis gaan worden, is een cirkel en langs de andere kant een slang. Dus ik wil dat jullie cirkel en slang samen worden. Een slang en een cirkel, een slang en een cirkel. Een beetje roeren in de soep. Zo. Een lekker stukje eruit pakken. En nu mogen jullie gaan proeven. Van de lepel. Hop. Goed zo. Nu zijn jullie een slang in de vorm van een cirkel. Oh, pak nou eens de voetjes vast. Dit ben je een cirkelslang. Goed zo. Laat maar eens zien. Amai, wat een mooie slang. In een cirkel. Ik zie het. Goed zo. Oké, het volgende voor in onze soep is een beer. Kappen we erin. Een beer. En een baby. Een beer en een baby. Goed roeren. Beer en baby, beer en baby, beer en baby. Nu worden jullie iets dat en een beer is en een baby samen. Goed. Dat gaat wel lukken. Hè? Ik pak een beetje op mijn lepel voor jullie. Hop. Goed zo. Nu zijn jullie een babybeer. Ben je een beer, een babybeer? Kutje. Oh, zo schattig! Oké, goed gedaan van jullie. Het volgende dat we gaan mixen is een standbeeld. Een standbeeld erin. En een robot. Staanbeeld en robot samen. Wat wordt dat in mijn soep? Een staanbeeld en een robot samen. Wie kan dat samen mixen? Wie kan dat samen worden? Een staanbeeld en een robot samen? Proef maar. Hop. Is die lekker? Amai. Dat zijn echt staanbeeldrobotten. Goed zo. Zijn jullie klaar voor het laatste experiment? Goed, het laatste deel is roepen. Heel luid zijn. Het is super luid. En we zetten op deze bus een vogel. Een beetje roeren. Dus je hebt heel luid zijn roepen en een vogel. Heel luid zijn. En een vogel, wat wordt dat? Proef maar en ik ben benieuwd wie een hele luide vogel kan zijn. Hop! Amai! Zo luid! Ho! Amai mijn oren! Maar super goed gedaan van jullie. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Als je nog eens een spelletje wilt spelen, zet je het filmpje weer helemaal.